Pillars of Wealth is een manier waardoor je in drie tot vijf jaar tijd financieel vrij wordt. Je inkomsten is gelijk aan je uitgaven. Die inkomsten is passief. Je begint met een stukje, dat is de fundering van het huis. Dat zijn manieren en gedachten die miljonairs toepassen om een vermogen te bouwen. Daarnaast ben je bezig met je mindset, de manier waarop je denkt. Wil je je manier van denken veranderen? Dan heb je een andere uitkomst. Dat is de basis, dit zijn de principes. De eerste manier van inkomen is je carrière. Het tweede is een business. Gewoon een klein bedrijfje wat je naast je werk doet, waardoor je een klein inkomen kan opbouwen. Onroerend goed. Je hebt vast wel een kamer in je huis over die je kan verhuren. Daarnaast ga je beleggen en investeren. Dat is mijn ding. En je leert hoe je moet handelen met beurzen, met bedrijven. En daarnaast is een pijler. En dat is het internet. Hoe verdien je een passief inkomen uit het internet? En het laatste deel is een dak. In het midden in de gevel daar komt de eurotekens te staan. En je gaat geld sparen dat je een mooi bedrag bij elkaar hebt. Met deze principes en met de manieren van besturen en inkomen genereren. Kan je daar makkelijk per jaar 10% rendement op behalen? Als je 10% rendement van 100.000 euro kan krijgen, dat is een inkomen van 10.000 euro per jaar, zonder dat je er teveel op hoeft te doen, heb je dat alvast. En hoe slimmer je wordt in het managen van je geld, en stel voor dat dat 20% wordt, heb je een bedrag van 40.000 euro, wat je als rente en passief inkomen per jaar ontvangt. Dit kan je zelf doen. Waarom weet ik dat? Ik heb het in drie jaar tijd gedaan. Dank je wel dat je dat met ons wilde delen. Graag gedaan!